Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goeiedag. De jongste stad van Nederland is druk bezig met stedelijke vernieuwing. Zowel in Almere Haven als Almere buiten is dat proces in volle gang. Wethouder Hilde van Garderen is het eigenlijk niet uh, opmerkelijk dat uh, deze jonge stad, Almere, hm. toch alweer stadsvernieuwing nodig heeft? Ja, zo klinkt het wel een beetje. We zijn ja. uh, pas 45 jaar uh, geworden, 45 jaar jong. Alleen, je ziet wel dat Almere als een snel groeiende stad. We bouwen heel veel. Er komen echt steeds nieuwe wijken bij. En dan is het met name echt heel erg belangrijk dat je ook blijft investeren in je bestaande stad. En dat zijn de oudste stadsdelen. We hebben nu gekozen voor Almere Haven Centrum en de Binnenring en Almere buiten. Ze hebben allemaal hun eigen karakter. Dat is ook de kracht en de schoonheid van Almere. Maar ze mogen niet gaan verschillen in kwaliteit. En daarom zetten we echt actief in op stedelijke vernieuwing. Dus het toekomstbestendig maken van met name deze wijken. Want zag u uh, met name op die plekken dat er zo, een soort verloedering dreigde? Nou ja, inderdaad, wel het woordje dreigde. Het was nog helemaal niet zo heel erg slecht. Maar je zag wel leegstand. Uh, je zag wel dat winkels worstelden uh, om het hoofd boven water te houden. Je zag echt wel een terugloop in het aantal bezoekers. Dan moet je ingrijpen, want tegenwoordig in winkelcentra, mensen gaan daar niet meer alleen naartoe om te winkelen. Mensen willen beleving, er moet wat te doen zijn. Hè? Het consumentengedrag verandert, er is steeds meer natuurlijk online bestellen. Er moeten evenementen zijn, levende goede horeca, noem het allemaal maar op. Dus daar hebben we op ingezet. Ja, een aantal jaren geleden is dat begonnen in Almere Haven. Vernieuwenslag is daar dus al een tijdje bezig. Um, waar ziet u nou zelf het grootste resultaat, de meeste vooruitgang? Ja, nou, ik vind met name Almere Haven. Ik ben er gisteren nog eventjes geweest. Ja, ik word er echt... Ongelooflijk enthousiast van de Havencom die natuurlijk ook echt een zichtbaar resultaat heeft en we zijn nog niet ja. eens helemaal klaar. Nee. Maar wat ik vooral heel leuk vind is om te zien en te horen hoe de ondernemers hoe enthousiast ze zijn, de Horeca-ondernemers, maar ook bewoners. Uh, stedelijke vernieuwing doen we niet alleen. De partners investeren ook. Dus bijvoorbeeld de serres uh, van een aantal van de horecapanden panden in de Havencom gaan ja. aangepakt worden door de Alliantie. De ja, dus je ziet ook echt, de ondernemers zetten er ook op in. We hebben goede afspraken, ook met de vastgoedeigenaren ten aanzien van branchering. Dat wil eigenlijk zeggen, als er een pand leeg komt te staan, wat voor... Winkel zou je daarin mm -hmm. willen hebben, daar praten ze over mee. Je wil ook voorkomen dat er tegnagelstudio's komen. Haven is natuurlijk echt bijzonder met al die specialiteitenwinkeltjes. Ja. Dus eh, daar zetten we heel gericht op in. Ja, want wil je al een tijdje niet meer in de haven komt geweest... Is, die zal toch wel zijn ogen uitkijken als hij er weer komt. Want eh, nou ja, al, al die terrassen dat, en, en, en het, de, de doorstroming ja. van het verkeer... allemaal totaal veranderd. Ja, klopt. Ja, en heel veel groen. We voegen heel veel groen ja. toe. En er komen nog... Eh, ja, dat bomen. gaat grotendeels nog gebeuren, hè? Ja, ja, daar is nu niet het seizoen voor. Dat heeft te maken met. Het is wel een waterkering. Dus het waterschap vond dat niet zo'n goed idee. Dat gaan we het voorjaar doen. Dus ja, echt maart-april zijn we klaar. En dan hoop ik echt. Vooral ook voor de ondernemers en al Amériërs. Ja. Dus dat we daar lekker op een terras kunnen gaan genieten. Ja, u geniet er zichtbaar van, hè? Ja. Het u u erover... fantastisch. ja, ja. ja. Laten we dan even kijken naar het centrum van Almere buiten. Daar is ja. een visie op losgelaten. Almere buiten centrum blinkt uit in de kleine dingen. Maar er gebeuren best wel grote dingen. Ja. Eh, de woondoom, eh, toch wel een heel beeldbepalend, eh, massief eh, kolos. Die maakt plaats voor woningbouw. Ja, maakt echt een eh, ja. gaat de naam eer aandoen. Ja. Eh, en er gebeurt natuurlijk veel meer, ook op het gebied ja. van eh, ja, aankleding, hè, van de openbare ruimte. Ja, nou ja, vooral die woondam. Kijk, wat we ook zien, is dat er op een gegeven moment te veel vierkante meters uh, detailhandel is. Uh, dan heb je leegstand. Overigens in uh, Almere Haven geen leegstand meer. Ook in buiten gaat het steeds beter. Ja. En dan zie je, zo'n woondam is 9000 vierkante meter uh, detailhandeloppervlak. En dat wordt dus omgevormd naar appartementen. Middeldure segment, huur en koop. En dan komen zo'n 220 appartementen komen daarbij. En het belangrijke daarvan is dat er dus ook meer mensen naar het centrum komen. En dat is zo belangrijk voor die winkels, voor die horeca-ondernemers, voor alle voorzieningen, dat eigenlijk nou, het draagvlak vergroot wordt. Ja, dus er kunnen meer mensen wonen, minder winkels, en uiteindelijk heeft iedereen daar baat Absoluut, bij. Absoluut. ja. En we zetten ook echt in op de levendigheid. Dat doen we op het Baltimoreplein. Uh, er is natuurlijk een, een Holiday-in-hotel gekomen. Ja. Nou, als ik u vijf jaar geleden had verteld, Komt een holiday in hotel in Almere buiten? Had u mij waarschijnlijk uitgelachen? Misschien. Maar hij is er. Het is mooi hotel. Uh, Baltimoreplein wordt aangepakt. De busbaan vergroen. We zijn al begonnen bij Doe -Meer het parkeerplein daar te ja. vergroenen. En er komt een kunstwerk uiteraard. Ja, en het grote project voor het komend jaar is volgens mij het cultuurhuis ja. Almere buiten, hè, waar de in ja. komt en het, uh, het uh, erfgoedhuis. erfgoedhuis. Ja. Um, ja, wat verwacht u daar eigenlijk van? Nou ja, heel veel. We hebben uh, met heel veel buitenaren gesproken. En laten we vooral ook niet vergeten, het is een, een stadsdeel waar zo'n 56.000 mensen wonen. Ja. Er zijn steden van die omvang. En eigenlijk qua uh, cultuur was er weinig tot niets. Mensen gaven ook aan dat ze dat echt misten. Er zit een bibliotheek, een erfgoedhuis. En met het cultuurhuis gaan we ook eigenlijk het culturele aanbod vergroten. In samenspraak en samenwerking met die partijen. Er is bijvoorbeeld ruimte voor een klein theater-annex-filmzaal voor 150 à 200 personen. Dat gaan we ontwikkelen, verbouwen. En nu, totdat we zover zijn, uh, is er pop-up van alles te doen in het cultuurhuis. Ja, gaat het ook lukken? Want ik kan me eh, rond, er, uit die discussie rond de voetnoot in Almere Stad, toen die dreigde te verdwijnen, herinneren dat uh, uh, door de culturele sector Almere Buiten als een soort banningsoord werd, uh, werd gezien. Maar u krijgt daar wel uh, culturele ondernemers binnen? Nou, ik vind dat een beetje onzin. Nogmaals, 56.000... Maar nee, waren niet Nee, maar ik heb het ook tegen hen gezegd. Uh, 56.000 inwoners die zeer geïnteresseerd zijn in cultuur. Gewoon een ontmoetingsplek. En er is zo weinig in buiten. Uh, maar het is wel een hele lastige tijd, dat geef ik direct toe. Hm. He, nu met alle coronamaatregelen om nu inderdaad ook partijen te vinden die daar actief in willen investeren, dat is best wel een opgave. Uh, maar ik ga er echt vanuit dat we dat voor elkaar gaan krijgen uh, en dat, ja, ja, dat gun ik almere buiten zeker. Ja, belangrijke rol is ook voor de ondernemers die er zitten. Er komt een, een bis almere ja. buiten, een, een bedrijven-investeringszone. Vroeger ja. hadden we ondernemersverenigingen, maar dit is een manier dus om uh, uh, ja, ook lokale ondernemers te betrekken bij, uh, bij ontwikkeling en het Laten meebetalen. Is dat nou een belangrijk onderdeel van de plannen? Ja. Zeker. En wat ik ook mooi vind in Haven is er ook een BIS. Ja. Uh, die is recent, is die opgericht. En nu de BIS in uh, Almere buiten. Eigenlijk voor de komende vijf jaar: de ondernemers, vastgoedeigenaar en de gemeente zeggen van nou, we gaan met elkaar gezamenlijk optrekken. Meer reuring, levendigheid naar het centrum. We zetten in op PR, marketing, we gaan van alles samen doen. En dat is een commitment. En dat commitment geldt vooral voor die visie die we met elkaar hebben samengesteld ja. voor buiten voor de langere termijn. Daar nou, zag ik dat Doe meer en niet meedoet. Is dat niet jammer? Want Volgens mij is veel van, uh, uh, van de inspanning er ook op gericht om Doemeren aantrekkelijker te maken. Ja, Nou ja, Doemeren is inderdaad wel iets anders, omdat het ook andere uh, vorm van detailhandel is. Maar er wordt nauw samengewerkt. Dus hm. ook waar nodig uh, zijn daar samenwerkingsverbanden. Goed, laten we niet vergeten, er wordt ook gewerkt aan bedrijventerreinen: Steiger, De Vaart. En voor de komende jaren wordt er weer een inventarisatie gemaakt. welke andere delen van Almere nog in aanmerking komen voor stedelijke vernieuwingen. Heb je ja. daar al een idee van? Nou ja, stedelijke vernieuwing gaat niet meer weg. We moeten blijven investeren in de kwaliteit van de bestaande stad, wat ik al aangaf. Nou, u kunt zich voorstellen: de volgende die nu aan de beurt zou zijn, zou Centrum zijn, Stedenwijk, uh, een Staatsliedenbuurt. En zo kan je eigenlijk doorgaan. Maar dat is best wel veel wat u nu allemaal opnoemt. Zeker. Grote opgave. Ja, dat is ook een grote opgave, maar dat is buiten een haven ook. En je mag ook niet stoppen. Stilstand is geen optie, stilstand he, is, is achteruitgang, dus we ja. moeten vooruit blijven kijken. Maar vooral de opzet van stedelijke vernieuwing om het samen met al die partners te doen, ja. dat is heel belangrijk. Want als gemeente alleen red je het niet. En dat heeft denk ik de afgelopen jaren uitgewezen. Onvermijdelijke vraag richting de verkiezingen wordt natuurlijk wel, uh, ja, wilt u daar zelf nog als wethouder leiding aan geven? U staat als lijstduwer op de lijst van de VVD, wat zijn uw eigen plannen? Ja. Ja, nou ik ben heel blij met de eervolle plek als uh, lijstduur en ik ben beschikbaar voor de komende periode als, uh, als wethouder. Uh, voor verschillende portefeuilles, uh, dat hangt ook van de onderhandelingen af natuurlijk en wat de kiezer zo meteen bepaalt. Maar het is een enorme eervolle baan om te mogen doen uh, en er zijn nog zoveel uitdagingen. Ik wil echt nog graag een paar jaar mijn schouders eronder zetten. Wethouder Hilde van Garderen, dank u wel. Dank je wel. Dit was uh, Over Flevoland gesproken. Graag tot volgend weekend.